een ogenblik, ik ben zo hier bij u. Mag ik u even aan u voorstellen, dames en heren? Mijn naam is dokter Oetka. Ik moet er zelf ook nog zo vreselijk om lachen. Wie heet er nou dokter Oetka? Ik. Dames en heren, het is de bedoeling dat ik u vanavond even mee ga nemen op reis door het menselijk lichaam. Ik kan dat doen. Ik ben namelijk dokter. Maar ik ben ook nog zeurig. Zeurig. En ik ben zelfs plassizier. Ik ben Timmerman. Nou ja, goed, het staat op de buitendeur in ieder geval. En vooral de dames zijn daar zeer in geïnteresseerd. Die willen er altijd graag jong uitzien. Ik had laatst nog een dame bij mij op het spreken. Die zegt tegen mij, dokter, kunt u er niet voor zorgen dat ik altijd jong blijf? Ik zeg, nee mevrouw, ik kan er wel voor zorgen dat u niet oud wordt. Medisch grapje weer natuurlijk, hè. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen natuurlijk. We gaan eens beginnen met de reis door het menselijk lichaam. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik heb daar deze vrijwilliger voor meegenomen. Het is een interessante man. Hij staat namelijk vermeld in het Guinness-boekrecord. Guinness-boekrecord. Staat hij vermeld als zijnde de eerste mens met een voettransplantatie. En hij staat zelfs twee keer in de boekrecord. Het is ook de eerste mens met twee linkervoeten. En die voeten, dames en heren, daar wilde ik dan graag bij gaan beginnen. Even kijken waar ze zitten. Bingo. Van de voeten, dames en heren, gaan wij dan eerst via het onderbeen... komen wij terecht bij, hoe heet die knokkel ook alweer? De knie. En die knie, dames en heren, daar wil ik graag even een ogenblikje bij stil blijven staan. Veel, dank u wel. In de knie, dames en heren, daar bevindt zich de knieschijf. Dit is er nou zo een. Deze is toevallig van Hippie en Hippie. Dat is een hele gezellige. Die kan ik thuis er wel eens opzetten, hè? Ik hou van muziek. Ik ben gek op muziek, hè? Je hebt een hoop mensen die nemen overal een pilletje voor. Ik niet, hoor. Als ik even niet lekker ben, ik zet een plaatje op en hup, ik voel me weer joppie, hè? Pillen van tegenwoordig, hoop flauwekul, pillen zijn er tegenwoordig bij, hè? Pas weer een nieuwe zetpil met pepermunt smaak, of wat dat toch wel is. Wat wel heel goed is, die zo pas nieuw is, een potentiepil. Turbo potentiepil. En ik had toevallig een patiënt, die had wat problemen met een potentie. Ik zei, nou, neem eens een woordje mee. Heeft hij gedaan, een week later kwam hij terug. Ik zeg, en hoe is het nou met de potentie? Nou, zegt die dokter, geweldig. Geweldig, geweldig. Ik zei, mooi. Ik zei, wat zegt je vrouw ervan? Zegt hij, geen idee. Ik ben er niet thuis geweest. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen. We waren gebleven bij de knie, dames en heren. Dan gaan we nu van de knie via het bovenbeen, andere weg is dat niet, naar de buik. En in die buik, dames en heren, is het een enorme rotzooi. Daar loopt alles door elkaar heen. De dikke darm, de dunne darm. En, die zal ik even voor u pakken. De blinde darm. Lekker, hè? Vlak daarnaast hebben we de zogenaamde fijne vleeswaren. Met de lever, de niertjes. Maar goed, dat is voor ons doktoren allemaal oude koek natuurlijk. Wat ligt daar nou weer? Oude koek. Gaan we weer even iets verder op. Kom. Pardon? Telefoon? Ah, ogenblik. Droetka, ik kort het af, hè.
Droetka. Och nee, u ziet het niet meer zitten. Probleempatiënt. En wat nou? U gaat er een eind aan maken. Maar hoe wilt u er dan een eind aan gaan maken? Hallo? Hallo? Opgehangen. Ik opereer ook veel, hè? Oh ja? Ja, ik opereer heel veel. Laatst had ik nog een man die had nogal een grote neus. Die had een enorme grote neus, gigantische grote neus. Die neus was zo die man was al een kwartier binnen, toen kwam die neus pas, hè? Nee, dat kan niet, andersom. Die neus was al een kwartier binnen, toen kwam die man pas. Oh ja, weet ik veel. In ieder geval, die man wilde dus een neus, andere neus. Ik zei, nou, is dat niet gek, twee neuzen? Nee, zegt die man, in plaats van. Ik zei, nou, dat wordt een neusoperatie. Nou, die man schrok natuurlijk, hè. Neusoperatie, dokter, zou dat wel lukken? Ik zei, nou, we gaan het proberen, maar het blijft een gok natuurlijk, hè. Dat begreep hij. Geslaagde operatie, alleen vrij aan de prijs. Man moest 25.000 gulden betalen. Zet die schrok zich helemaal te platter. 25.000. Ik zei, nou, als echt problemen geeft, kunt u mij altijd in 12 of 24 termijnen betalen. Nou, zei die man, dat is prettig. Alleen op die manier lijkt het net alsof het om een nieuwe auto gaat. Ik zeg, dat gaat het ook. Ja, hoor, mensen begrijpen vaak niet waarom operaties zo duur moeten zijn. Maar kijk, het is natuurlijk heel precies werk wat wij moeten doen, hè. En we mogen absoluut geen fouten maken. Maken natuurlijk wel eens een foutje. Ik heb zelf ook wel eens een blundertje gemaakt. Vorig jaar nog moest ik bij een patiënt zijn amandelen knippen. Maar ja. Heb ik er erg in dat hij verkeerd om op de operatietafel gaat liggen? Kan niet overal op letten natuurlijk, hè. Maar goed, we zijn er zo'n beetje doorheen wat betreft deze race. De romp is verder niet interessant. Het hoofd, dat ziet u wel, dat is geen gezicht. Dus ik ga zo'n beetje afsluiten. Ik heb alles besproken. Oh, hier ligt nog wat. Jee. Dat is een lullig dingetje, hè? Ach, God. Nou ja, het is nog een droog kloot.